De eerste lezing bestaat uit twee korte gedeelten. De eerste is uit Johannes 20, vers 14 tot 18. Maria keerde zich om en zag Jezus staan. Maar ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tegen haar: "Vrouw, waarom huil je? Wie zoek je?" Zij dacht dat het de tuinman van de hof was. En ze zei tegen hem: "Meneer, als u hem hebt weggedragen, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd. Dan zal ik hem daar wegnemen." Jezus zei tegen haar: "Maria." Ze keerde zich om en zei tegen hem in het Hebreeuws: "Rabboni." Dat betekent meester. Jezus zei tegen haar: "Houd me niet vast, want ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Maar ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader en jullie Vader, naar mijn God en jullie God." Maria van Magdala ging naar de leerlingen en vertelde hen dat ze de Heer had gezien en dat hij haar dit gezegd had. Tweede is uit Lucas 24, vers 44 tot 53. Jezus zei tegen hen: "Dit zijn mijn woorden die ik tot jullie sprak toen ik nog bij jullie was. Dat alles wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen in vervulling moet gaan." Toen opende hij hun verstand, zodat ze de schriften begrepen. En hij zei tegen hen: "Er staat geschreven dat de Messias moest lijden en op de derde dag opstaan uit de dood, en dat in zijn naam aan alle mensen de oproep moet uitgaan tot inkeer en omkeer, opdat hun zonden vergeven worden, te beginnen bij Jeruzalem. En jullie zijn mijn getuigen, getuigen van deze dingen. Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader op jullie komen zal. Jullie moeten echter in de stad blijven totdat je bekleed wordt met kracht van boven." En hij nam hem mee naar buiten, tot bij Bethanië, en hief zijn handen omhoog en zegende hen. En het gebeurde, terwijl hij hen zegende, dat hij van hen scheidde naar de hemel. Ze keerden met grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden.
langere gedeelte dat Lucas schrijft over de hemelvaart. Handelingen 1, vers 1 tot 11. In mijn eerste boek, Theophilus, heb ik geschreven over alles wat Jezus begonnen is te doen en te leren, tot op de dag dat hij werd opgenomen, nadat hij aan zijn apostelen, die hij had uitgekozen, door de Heilige Geest zijn bevelen had gegeven. Aan wie hij zich, ook na zijn lijden, met vele kentekenen levend heeft vertoond, 40 dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende over alles wat het Koninkrijk van God betreft. En terwijl hij met hen aanzat, gebood hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, waarover jullie van mij gehoord hebben. Want Johannes doopte met water, maar jullie zullen met de Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen hierna. Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen hem: Heer, herstelt u in deze tijd het koningschap voor Israël? Hij zei tegen hen: Het is niet jullie zaak de tijden en gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zich heeft gehouden. Maar jullie zullen kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over jullie komt. En je zult mijn getuige zijn in Jeruzalem en in heel Judea en Samaria en tot het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gesproken had, werd hij opgenomen, terwijl ze het zagen. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen ze naar de hemel staarden, stonden daar ineens twee mannen in witte kleren bij hen, die ook zeiden: Galileese mannen, wat staan jullie daar naar de hemel te staren? Deze Jezus, die van jullie is opgenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als je hem naar de hemel hebt zien varen.